voilà, ik ga een beetje dichter kruipen, Pieter. Hey, corona is toch gedaan. Hallo, goedenavond iedereen en welkom op dit webinar rond de nieuwe Fujifilm GFX 50 S2. Naar goede gewoonte om eventuele verstrooidheidsproblemen op te lossen, even checken of wij hoorbaar en zichtbaar zijn. Als jullie even dat laten weten, er zit ongeveer 15 seconden vertraging op de stream, dus het duurt even eer de vragen bij jullie binnenkomen. Beeld en geluid oké, zegt René, onze technische man, dus okay, dat is prima. Oké, dankjewel René. Ja, alright. Dus, zoals ik al zei, goedenavond. Links van mij zit, links van mij, aan jullie rechterkant, of verandert dat eigenlijk niet dan? Enfin, is het dat is te moeilijk. We zitten onszelf hier in een spiegel te bekijken, dus dat is ook ingewikkeld. Maar dus aan een van mijn twee kanten zit Pieter Doop. Pieter, we gaan eerst een keer overlopen wat dus het programmaatje misschien kort even overlopen voor vanavond, want we hebben een goed gevuld programma en ik zal dat eventjes hier oproepen. Voilà, en zo. Oké, dus wat gaan we vanavond allemaal doen? Ten eerste gaan we onszelf even voorstellen. Het is te zeggen, we gaan elkaar voorstellen. Dat vonden we leuker. En dan gaan we natuurlijk ook een camera voorstellen die we hier staan hebben. Dat gaat het grootste stuk van de avond zijn. We gaan u dan ook eventjes vertellen, want de GFX 50 S2 is natuurlijk de vierde of de vijfde telg ondertussen in de rijke GFX-familie. En we gaan jullie ook eventjes vertellen waarom wij, want we werken alle twee al een tijdje met de GFX, waarom dat we indertijd in dat systeem ingestapt zijn. En we gaan jullie ook een paar van onze favoriete foto's tonen die met andere GFX 50 megapixel camera's gemaakt zijn. Dus die foto's hadden net zo goed met de 50 S2 of misschien nog beter met de 50 S2 kunnen gemaakt worden. Maar dus dat gaan we eventjes bekijken. Dan ga ik gaan we naar de DDR. Dat is niet de Duitse Democratische Republiek, maar dat zal een demo zijn van disaster recovery over de kwaliteiten van de sensor van de GFX 50 en de 50 S2. Dan gaan we even jullie tonen hoe we in de field te werk gegaan zijn met die twee camera's, want we hebben een videograaf op pad gehad. Misschien hebben jullie al de video gezien, maar dan gaan jullie nog eens zien. En dan gaan we alle twee ook nog wat foto's tonen die we er ondertussen mee gemaakt hebben. We gaan ook een keer inzoomen, want dat is het leuke van die camera, dat we in de details kunnen inzoomen natuurlijk met die resolutie. En dan gaan we tenslotte ook alle twee nog een paar van onze top tips geven voor de GFX 50 S2, maar sommige van die tips gelden ook voor andere Fujifilm camera's. Dus, en als jullie vragen hebben, stel ze gerust ondertussen in de chat en waar mogelijk pikken we op het moment zelf in en anders houden we op het einde nog een Q&A. Oké? Goed, maar we beginnen met het begin. Pieter, ik zal u misschien even voorstellen, hè, dat de mensen weten wie dat jij bent, voor zover dat ze niet weten. Dus aan mijn zijde, mensen, zit, ik ga eventjes terug switchen naar het grote scherm. En dat doe ik hier en hier. Ja, ja, voilà. Pieter is al beter met de techniek weg dan ik. Ik voel mij een halve DJ. Jullie zouden moeten van boven zien wat hier allemaal staat. Het is niet te doen. Maar goed, dus Pieter is een... Ik zou bijna zeggen een foodfotograaf, maar dat hoort hij niet graag. Hij hoort liever de term culinair fotograaf. Dat is ook een pak ruimer. En eigenlijk, ja, een van de reizende sterren in het Vlaamse culinaire fotografiefirmament. Kind aan huis bij alle restaurants waar ik nog niet eens, en u waarschijnlijk ook nog niet eens, binnenraken in een half jaar tijd. Maar reist ook veel de laatste tijd. Een beetje, waar ben je onlangs geweest? Begint Malediven. Naar de Malediven. Kijk, ja, terwijl wij hier de regendruppels zitten te tellen, zit Pieter in de Malediven cocktails te fotograferen, onder andere, dacht ik. Een beetje van alles. Ja, een beetje van alles. Ja. Oké. Okay. Met zijn GFX, wat had je mee in de Malediven? Ik had een GFX 100 mee en de GFX 50 S2. Als dus backup of zo, ja. Ik had die mee als backup, ook om te testen, nog uitgebreider te testen, ja, en samen met de GF 35-70 mm lens, okay, ook. Oké, ja, cool. Dus...
En het loopt aardig druk, heb ik gehoord. Wat zei je mij daarnet, dat je hoeveel beelden had je al gemaakt met al je GFX'en samen de afgelopen jaren in je Lightroom-catalog? 150.000? Ja, of iets meer dan 150.000. Ja. Dus we hebben aardig doorgewerkt. Doorgeklikt. De voorbije jaren. Ja, klopt. Ja, prima. Oké. Hoe zou jij mij voorstellen, Pieter, aan televisiekijkend Vlaanderen? Voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, ja. Piet is of is nog altijd een reisfotograaf. Ja, een beetje reisfotograaf op verplichte rust op dit moment. Er is er plots iets tussen gekomen natuurlijk. Ja. Maar geeft ook workshops of workshops reizen, ik zal het zo omschrijven. Ja. Lightroom guru, flash workshops. Eigenlijk alles het om leren gaat, denk ik. Ja. Als het daarover gaat, kan iedereen wel bij jou terecht. Ik ken maar twee dingen. Dat is een beetje van flitsfotografie en Lightroom. En daar ben ik nu al 10 jaar lang de wereld uitleg over aan het geven. Ja. Met wisselend succes, maar groeiend succes, laat het ons zo zeggen. Ja. Goed, dus dat is wie dat wij zijn. Maar uiteraard, jullie komen denk ik niet noodzakelijk voor ons. Dat zal wel niet. Jullie komen om te kijken wat er in deze doos zit. Dus we gaan eventjes switchen naar onze overhead camera, als alles goed gaat. Dat is trouwens, alle cameraapparatuur hier zijn Fujifilms. We hebben de camera voor ons is denk ik een X-T3. De camera boven ons is een X-T4. En we hebben er nog een paar. Omgekeerd. Dat is X-T3, daar is X-T4. We hebben die nog in staan, maar die is niet aangesloten. En dan de vierde X-T-camera, die heeft mijn zoon mee, want die is 8 jaar en die moest op zeekamp en hij moest tonen wat zijn papa deed als beroep. En dus gaat hij op zeekamp een fotostudio in elkaar knutselen, compleet met flitslicht en wat weet ik. Maar dat is een ander verhaal. Goed, we gaan naar onze topcamera, voilà. En we gaan eventjes, dus mooie doos. GFX50 is het. Dit is de kit, dus met de lens erbij. Sowieso iets om aan te raden. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers, Pieter, dat wij die kitlens niet apart kunnen kopen voor de prijs dat een GFX50S koper ze kan kopen. Ja. Dus dit is het toestel hier. Dit is onze GFX50S2. Ik ga even hier de brightness nog wat aanpassen, dat jullie hem nog wat beter zien. Dat zal eerder dit naar beneden zijn, denk ik. Ja, oké. Zo. Dus spijtig dat we geen X-camera niet meer over hebben om eigenlijk te tonen wat de... Ja, hoe klein eigenlijk is in vergelijking met een full-frame camera bijvoorbeeld, of zelfs met een Fujifilm X-T4 of zo. Nu, wacht. We gaan alweer compleet off-script, mensen, maar zo moet het. Hé. Anders is het niet live, anders kunnen we het even goed op voorhand opnemen. Ik ga hier eventjes, ik heb er hier nog één die, zoals ik zei, niet aangesloten was. Dus ik ga die eventjes pakken. Kwestie van jullie een beetje een idee van de schaal te geven. Ja. Als dit maar goed komt. Zo. Kijk, dit is de X-T3 ook zeker? Dit is de X-T4, dus het waren twee X-T3's. Okay. Dit is de X-T4, weliswaar met een battery grip. Ik ga even de grip eraf wijzen. Voilà. En als je dat dan eigenlijk ziet, dat als je die twee, natuurlijk de lens is wat groter, maar als je die twee eigenlijk naast elkaar zet, dan zie je, bijvoorbeeld zo, dan zie je dat die eigenlijk amper, dat niet zoveel scheelt van grootte. En we gaan eens van alle twee de lens eraf doen. Dan sturen we die wel op naar André om te cleanen. En als jullie dat dan zien, kijk, en een sensor die, even wat licht vangen, een sensor die eigenlijk bijna 4 keer groter is dan een APS-C camera en zelfs 70% groter nog altijd dan een full-frame camera. En in een body die zo compact is, dat is du jamais vu eigenlijk. Zowel Pieter als ik hebben de Fujifilm GFX100. En als je deze camera vergelijkt daarmee, dat is eigenlijk... Een wereld van verschil. Ja, dat is super compact. Hier zit ook IBIS in. We zijn al een beetje eigenlijk aan het voorlopen. Laat ons eventjes misschien... we komen straks op deze camera terug, maar laat ons eventjes kijken. Pieter, ik ga misschien
even vertellen waarom dat ik in der tijd voor het GFX-systeem gekozen heb. En het is eigenlijk allemaal begonnen met de foto waarmee dat deze presentatie begonnen is. Dus ik ga nog eventjes terugkeren. Dat is deze foto hier. Een jaar of 5 geleden, het zal bijna 5 jaar geleden zijn, kreeg ik van Fujifilm, de marketingdienst, een telefoontje met de vraag of ik de op dat moment aangekondigde, maar nog niet beschikbare GFX 50 S1 wou testen. Ik heb daar toch wel zeker een nanoseconde moeten over nadenken. En dan zei ik, ja, toch zo lang. Ja, ja. Mijn brein werkt niet rapper dan dat. Dat is oud worden. Maar dus ik heb gezegd, ja, graag. En ik kreeg een budget, dat was ook al leuk. En ook een flinke deadline, dat was iets minder leuk. En ik mocht de GFX 50S prototype, de originele, meenemen. Ik mocht ermee doen wat ik wou met dat budget, ook met de camera in grote lijnen. En ik moest gewoon terugkeren, ik denk 3 weken later, met een filmpje van 4 minuten en met een aantal beelden. En mijn eerste idee was eigenlijk van te zeggen van, ik ga, omdat ik had ook zo'n een preconceived notion, zoals ze in het Engels zeggen, van wat eigenlijk zo'n camera, wat je daar normaal mee moet fotograferen. En dan dacht ik onmiddellijk aan mooie modellen in een studio, blinkende auto's, maar eigenlijk allemaal dingen waar ik niet zoveel ervaring mee heb of had. En mijn eerste gedachte was van, ik huur een studio en ik ga een blinkende, funky shoot gaan doen met een chique auto. Maar dan dacht ik, ja, maar Piet, je hebt dat eigenlijk nog nooit niet gedaan. En je gaat een camera dat je nog nooit gebruikt hebt, je gaat daarmee dan een shoot doen die je eigenlijk ook nog nooit gedaan hebt. Is dat niet te veel variabelen op hetzelfde moment? En dan heb ik gedacht van, wat doe je eigenlijk min of meer goed? Ah, dat zijn portretten maken van verrimpelde oude Indiërs in Varanasi. Dus twee dagen later, bij wijze van spreken, of een week later, zat ik op een vliegtuig richting Varanasi en heb ik die GFX 50S aan de tand kunnen voelen. En dat is eigenlijk op dat moment, ik weet nog, de eerste foto dat ik maakte met die sensor, met die camera, wist ik op dat moment van, ik moet dat ook hebben. En dat wil ik toch even zeggen, hè, want en je weet dat ook, Pieter, van jou is het nog erger, want je hebt jouw eerste GFX de volle pot betaald, maar wij krijgen als X-fotografer wel een bepaalde korting op ons materiaal, maar dat is, en wat dat jullie waarschijnlijk ook maar logisch vinden, maar dat, die korting is niet van die aard dat we zeggen tegen Fujifilm, geef er ons maar 4, eentje voor elke dag van de week of zo. Nee, zo is het niet. Het vertegenwoordigt voor ons alle twee een flinke investering en toch zijn we in dat systeem gestapt. En ik denk dat dat belangrijk is ook voor jullie, dat we, als we zeggen dat we daarin gestapt zijn, hè, met de investering die het ook voor ons vertegenwoordigt, dat het echt zijn omdat we ervan overtuigd zijn. Ja? Dus mijn eerste reden was dus die resolutie. Dat vond ik geweldig, inzoomen op die camera. En dan zag je die beelden en je kon maar blijven zoomen en dat bleef maar scherp. Dat vond ik super. Dat was met de 50. Met de 100 heb je dat nog 2 keer zo hard natuurlijk. Het tweede wat ik geweldig vond, en zeker omdat ik graag aan reisfotografie doe wanneer dat corona toelaat, ik zit heel vaak in zonnige landen met heel veel contrast. En de files van de GFX 50 en ook van de 100, maar nog meer van de 50 eigenlijk, die hebben een vrij grote pixelgrootte, omdat de sensor is 50 megapixel, maar hij is 2 keer zo groot, of bijna 2 keer zo groot, als vergelijkbare fullframe camera's met 50 megapixels. En dat wil zeggen dat elke individuele pixel eigenlijk een stuk groter is en daardoor ook beter licht kan vangen, mindere problemen heeft op gebied van licht dat niet goed valt en zo. Dus grotere pixels geven betere beeldkwaliteit, daar komt het op neer. En dan merk je ook wanneer je bijvoorbeeld beelden wil lichter maken en optrekken van schaduwen en zo. De derde reden voor mij was het grote lensaanbod. In het begin was dat nog beperkt, maar op die 5 jaar tijd heeft Fujifilm eigenlijk een geweldig aanbod kunnen neerzetten, gaande van een 18 mm, als we het in fullframe equivalent zeggen. Dat is de GF23, een leuke lens voor landschaps- en architectuurfotografen, tot, als je wilt, 280 mm fullframe equivalent, namelijk de GF250, wat dat eigenlijk een 200 mm is in fullframe termen, met een 1.4 teleconverter. Ja. De vierde reden is dat tot 5 jaar geleden waren middenformaatcamera's eigenlijk
halve betonblokken, zeg maar, zowel qua formaat als ook qua behandelbaarheid. Super ongebruikt, gebruiksonvriendelijk. Als je geluk traag. Had, had je traag. Als je geluk had, had je één autofocuspunt. Ja. Dat wil zeggen het systeem van focussen en herkadreren. Vergeet het, want de scherptediepte is zo kritisch dat je geen scherpe foto's had. Een reactiesnelheid van, als ik nu druk, dan heb ik binnen een halve seconde mijn foto met wat geluk. Dus, en die GFX veranderde dat allemaal. Dat was eigenlijk het gebruiksgemak van een gewone systeemcamera, zoals mijn X-E2 in, op dat moment, maar dan met een sensor die, ja, die vier keer groter was bijna en twee keer de resolutie had. Ja. En tenslotte, in de tijd, en nu nog veel meer, de prijs-kwaliteit verhouding, want iets of wat andere GFX in de tijd, of liever middenformaatcamera in de tijd, die kostte makkelijk twee keer zoveel, voor eigenlijk een kwaliteit die niet beter was en een handling die zelfs minder goed was. Dus dat waren een beetje mijn redenen waarom dat ik in de tijd daarvoor gekozen heb. Nu, jij bent wat later begonnen, Pieter. Ja. Hoe is het bij jou verlopen eigenlijk? Ik denk dat ik was niet zo'n beursganger, dus ik ging eigenlijk niet echt naar fotobeurzen of dergelijke meer. Maar in 2017 dan toch beslist om Fotodays voor een eerste keer te bezoeken. En dan zag ik ook een demo over de GFX 50S. Eigenlijk ben ik een beetje de schuldige. De schuldige van mijn aankoop. Ja. Dankzij mij is het ook een beetje Fujifilm-ambassadeur geworden eigenlijk dan. Onrechtstreeks wel, hè. Ah, kijk, voilà. Hoor jullie dat? Ja. Dus uiteindelijk een demo gezien waarbij dat er iets fout liep. Toevallig liep er iets fout. Bij mij gebeurt dat nooit, maar jij hebt net die ene demo gezien. Ik had die ene demo gezien waar dat er iets fout liep. Ja. Maar waar er toch nadien nog iets mee kon gedaan worden met dat beeld. En dat vond ik vrij indrukwekkend. We gaan dat straks een keer tonen. Ik denk dat die DDR was. He, ja, de Duitse Democratische Disaster Recovery. Ja. Maar ik was wel overtuigd van die camera, maar dan wandelde ik zo de hoek om. Dan zag ik die prijs. Dat was toen een net geen 7000 euro, enkel voor de body. Ja. Wat dat toch wel een serieuze investering was. En dan denk je van, oei, nee, dat gaan we eigenlijk niet doen. Een aantal maanden later zaten we op een shoot, dat was toen in iRepublic voor Sergio Herman, en waren we op dat moment bezig met drie fotografen, allemaal met een verschillende insteek en verschillende opdrachten, en één daarvan wist ik, die had een Hasselblad gekocht, maar die stond daar toen met de GFX, dus opnieuw die GFX 50S, dat eerste model. Dus ik was wat in de war. Hij had zeer snel beslist om toch over te stappen. En dan had ik dat toestel ook de eerste keer effectief in mijn hand. En dan dacht ik van nee, ik wil dat echt gaan proberen. Mm-hmm. Ik heb een shoot ingepland in een restaurant waar ik heel vaak voor werk. Gezocht en bij een plaatselijke dealer het toestel kunnen huren. En na twee foto's heb ik die persoon teruggecontacteerd met te zeggen dat hij toch een toestel en een lens mocht bestellen. Dus maar bij u even twee foto's geduurd. Ik was één of twee. Ja. Er zal niet veel verschil op zitten. Maar voor mij was het een hele andere manier van werken. Ik ging terug veel meer gaan nadenken bij het maken van een beeld. Dat klopt. Je weet dat toestel iets trager is dan sommige andere, maar toch veel sneller dan de andere midden. Mm-hmm. Of camera's van dat type. Maar natuurlijk wel op dat moment een serieuze investering. Samen met de lens zat je toch zeer snel rond de 10.000 euro. Terwijl als we daar nu gaan naar kijken, naar dit toestel samen met die kitlens, kom je bijna op een 4.500 euro uit, wat dan natuurlijk een gigantisch verschil is. Dat is minder dan de helft eigenlijk. Dat is minder dan de helft. Maar uiteindelijk, wat heeft mij overtuigd, dat was het gebruiksgemak. Het meer gaan nadenken van een beeld, wat ik op zich wel heel belangrijk vond. Van iets meer te gaan stilstaan, en er niet losraak op los te schieten, bij wijze van spreken. En dan kom je thuis, dan laat je die beelden in en dan zie je die details. En dan is dat hetgene die je meer dan volledig over de streep trekt. Het dynamisch bereik, verloop in scherpte diepte, de mogelijkheid dat je krijgt in die nabewerkingen zijn veel ruimer
dan wat ik ervoor had. We waren er daar vanmiddag nog over bezig toen we deze presentatie aan het voorbereiden waren. En ik zei het eigenlijk van, ze spreken altijd over de prijs-kwaliteitsverhouding van een camera. Maar eigenlijk, denk ik, heb je bij de GFX zelfs zoiets als een prijs-vreugdeverhouding. Als ik mijn files binnenhaal in Lightroom, dat is altijd een tweestapsproces. Eerst toont Lightroom de foto zo wat half wazig, omdat hij nog zijn voorvertoning aan het maken is. Dan is dat even schrikken van, oei, is het dan maar? En dan heb je dat moment dat hij in snapt, eigenlijk dat Lightroom de volledige preview toont. En dat is altijd van, yes, hé, zo van, oké. En dat is een geweldig gevoel. En dat is nu al 5 jaar en dat gaat eigenlijk niet weg bij mij. Dus nee, ben dat ik verleer je niet. Nee. Scheelt er nu iets met mij? Of? Nee. Anders moeten we dezelfde zelfhulpgroep. Ja. Laat ons een keer naar wat foto's kijken. Dus belangrijk voor jullie mensen is dus dat wat we hier vertellen is eigenlijk over de oorspronkelijke GFX 50. Dus als we al zo enthousiast waren daarover en de nieuwe is eigenlijk alleen maar op alle vlakken beter, ja, dan kan je al raden dat ons enthousiasme voor de nieuwe nog groter is natuurlijk. Maar we gaan misschien, ik ga een keer switchen hier naar wat beelden van... voilà. Dus ik heb een stuk of 5 foto's eruit gehaald hier. En we gaan eens kijken. Dus dit is een van de eerste foto's die ik met de originele GFX 50 gemaakt heb. Dit is een hele goede BMX-atleet, Bare Nering uit het Kortrijkse. En ik herinner mij nog dat het is in een oude verlaten fabriek in Wevelgem. En ik doe dus heel veel van dit soort dingen, namelijk environmental portraits of omgevingsportretten. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk een persoon afbeeld in zijn omgeving. Dus dat wil ook zeggen dat die persoon zelden helemaal beeldvullend in beeld is. En ja, als je dat dan doet met een camera met wat lagere resolutie en je gaat dan beginnen inzoomen op details, dan zit je heel snel aan het punt dat je begint pixels te zien. Maar dus hier niet, want bijvoorbeeld een van de leuke dingen is dat, stel dat je nu zegt van, goh, wat merk van schoenen zou je eigenlijk dragen? Stel dat je schoenenfetischist, ik zie dat Adidas zijn, maar welke? Ja. Dan ga ik even kijken, hé. Het zijn de Compton Street, of Comptown of Street, oké. Okay. Dus bedoel, dit is het leuke aan deze camera, dat je dus, je moet eens kijken in de detail in die banden hier, in die jute zakken. En dat is dan nog niet eens het punt wat ik eigenlijk op scherp gesteld heb, want ik heb scherp gesteld op zijn gezicht natuurlijk. Maar dat, en elke keer dat je zo'n file opent, geeft dat diezelfde leuke gewaarwording. Dit is een beeld dat in de tijd dat ik in Varanasi gemaakt heb en dat ook door Fujifilm nog gebruikt is in een campagne voor de GFX 50 is. En ook hier weer, als je kijkt naar die, ja, naar die individuele haartjes, je ziet de reflectie. Je ziet hier bijvoorbeeld die, hun heilige stempel van, dat ze op hun hoofd hebben. Je krijgt bijna zin om het er vanaf te gaan pulken, bij wijze van spreken. De textuur in die hoofddoek, dat is allemaal gewoon zo'n detail. Hier ook weer zo'n omgevingsportret. En wat ik dan leuk vind, is dat ik vaak achteraf details vind dat ik eigenlijk het moment zelf niet eens door had. Bijvoorbeeld hier heb ik pas achteraf gezien, hij zal ooit een keer van een toerist een bandje van Ierland gekregen hebben. En ja, dat is dan leuk natuurlijk. Hier ook weer de textuur in die sjaal bijvoorbeeld, die baard, dat gezicht. Ik vind dat heel leuk. Dit is bijvoorbeeld iets, dit is een beetje de GFX 100 avant la lettre, want dit is met de 50R gemaakt in Ethiopië. Maar wat ik hier gedaan heb, is als je in Lightroom kijkt, dan zie je dat dat een file is van eigenlijk 120 megapixel. En dat is gewoon, dat is een trucje wat ik soms doe, dat is eigenlijk 3 verticale shots van de 50R aan elkaar geplakt. Zodanig dat ik een beeld krijg met een brede kijkhoek, maar met een super beperkte scherptediepte. En dat geeft een onwezenlijk gevoel en ik vind dat wel leuk. En dan zie je ook hier weer, ja, dat ongelooflijk detail. Je ziet echt de krakelee op die zonverbrande huid. Je ziet dat geitenvel hier waar dat ze zich in kleden. Dus dat is, ja, dat is allemaal leuk. Dit is gewoon om te tonen ook. Dit is, dus mijn eerste idee, zoals ik zei, was de GFX 50 studiocamera. Wat moet ik daarmee gaan doen? Maar het is eigenlijk een camera die je
overal kan inzetten. Ik heb deze gebruikt in een steenbakkerij in Varanasi. Ik heb zelfs lenzen gewisseld daar. Het was daar zo stoffig als maar kan zijn. Die camera heeft al meer stof gevreten dan de gemiddelde Paris-Dakar chauffeur. En blijft werken, is mooi, weather sealed en zo. Dus je kan die echt wel overal inzetten. Pieter, ik denk dat we bij jouw foto's wat minder stof gaan zien. Ja, laat ons hopen. Nee, de chef zou toch alleszins niet tevreden zijn. Voor mij draait het vooral rond details. En die details zijn echt wel indrukwekkend. Ik denk, jouw beelden zijn vaker genomen met flits. Van mij hangt dat een beetje af. Ja, dat zijn nu de lage resolutie. We hebben straks nog hoge resolutie files. Ik denk dat we straks door een aantal hoge resolutie beelden kunnen gaan. Dat zijn nu enkel gewoon wel lage resoluties die ik bij had. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken, zie je soms te veel details. Soms gebeurt het dat bloemblaadjes, of zeker de bloemetjes bijvoorbeeld, met pincetten behandeld zijn. Dat ze die opnemen en dan gaan plaatsen. En dat je dan thuis komt. De nijpsporen. En dat je de nijpsporen ziet. En dan denk je van, oei, misschien toch te veel detail. Want uiteindelijk, als ik het zie, dan wil ik het wegdoen. Het is niet zo dat iemand anders het zal zien, maar als ik het weet dat er het in zit, dan wil ik het weg. Ja. En dan kost het soms iets meer nabewerking, maar het leuke hier is dat je uiteindelijk die schaduwen nog wel kunt optrekken. Want uiteindelijk is dit met daglicht, zonlicht, die net op dat moment daar neervalt. En dan moet je soms heel snel zijn. Dan is het gewoon plaatsen, shooten. En dan weet ik ook van die schaduwen, dan kan ik nadien nog wel een klein beetje optrekken. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, over schaduwen optrekken gesproken, we gaan daar straks nog een demo van geven. Waar dat we meer dan een beetje de schaduwen optrekken. Hè? Ja, details. Dat is met de 120 mm lens gemaakt. En uiteindelijk, het verloop in scherptediepte is iets die ik heel leuk vind aan dat systeem. Dat is iets die zeer moeilijk te verkrijgen is, vind ik, met gelijk welke andere type in camera's. Dat lukt moeilijker, vind ik, met de X-reeks of met een spiegelreflex of een full frame camera. Dat is de 120 macro. De 120 mm macro lens, dat is de enigste lens eigenlijk vanuit het gamma waarmee dat je echt dicht kan gaan zonder nog een tussenring te gaan bijplaatsen. Maar op zich meer dan genoeg. Ik heb die ook. Ik heb die in de tijd gekocht als portretlens, omdat de 110 nog niet bestond. En toen met de 110 heb ik die wat minder gebruikt, maar af en toe haal ik ze toch boven. En ik moet zeggen, de 110 is een scherpe lens, maar de 120 is nog scherper. Dat is echt, als je van scherpte houdt, crazy scherp. Ik denk de 120 voor portretten is misschien te scherp. Er bestaat zoiets als te scherp. Maar voor dit soort van dingen waar je echt al dat detail wil, en waarbij je door heel dicht te gaan dan ook die onscherpte weer krijgt, doordat je zo dicht bent, is het een geweldige lens, inderdaad. Ja, hier hetzelfde. En uiteindelijk is dit niet met een 120 gedaan, maar met de 250 mm. Een 250 mm met die 18 mm tussenring. En daarmee kan ik, daar duik je gewoon mee dat bord in, mee dat gerecht in. Waarmee dat, ik vind het een heel leuke lens om te gebruiken, maar soms moet je absurde toeren uithalen om het toch te kunnen doen. Je moet in een andere camera gaan staan, in een volgende camera gaan staan. Met die tussenring valt het mee, kan je tot op 3 meter, of zelfs soms nog dichter gaan. Maar natuurlijk, als dat bord op een tafel staat, dan moet je soms op een trapladdertje gaan staan, bijna met je hoofd in de hoek tegen het plafond, om zo'n beeld te kunnen maken. Maar ik vind het zeer leuk om mee te werken. We hebben die ongeveer op hetzelfde moment gekocht, denk ik. En ik gebruik ze voor andere doeleinden, maar er zijn ook een paar foto's straks van mij met die lens. En voor bestaande GFX-kijkers die nog wat spaarcenten over hebben voor een nieuwe lens, ik zou zeggen die 250 is ook wel een zalige lens. Ja. Dat is een f4, dus dat komt eigenlijk overeen met 3.2 in full-frame termen, in termen van scherpte diepte. Maar dat is een 200 mm full-frame 3.2 eigenlijk, maar met een ongelooflijk scherpte. En handgeschoten, hè? Zonder statief. Wauw. Dus... Er zit stabilisatie in die lens. En dat is ook belangrijk, dat de Fujifilm GF-lenzen... Je hebt bijvoorbeeld bepaalde lenzen van andere leveranciers die bijvoorbeeld 1.4
wijd open gaan, of f2 bijvoorbeeld, of in het geval van telelenzen, zoomlenzen, f2.8 bijvoorbeeld. Maar waarbij dat je dan duidelijk merkt, ja, als ik die op 2.8 gebruik, dan zijn er toch wel heel wat compromissen op de scherpte en dan moet je eigenlijk gaan toeknijpen naar f4 of f5.6 om een mooi scherp beeld te hebben. Terwijl dat mijn ervaring met de GF-lenzen van Fujifilm is dat die eigenlijk al op hun grootste, op hun wijdste opening super scherp zijn. Ja. De onderen 10 f2, zelfde verhaal. Ik fotografeer daar eigenlijk alleen maar op f2 mee. En dat is super scherp, dus dat is het leuke. Ja, dat is de 110 f2. Hè. Voilà. Ja, en dan heb je inderdaad, dan lukt het gewoon om te gaan focussen op bepaalde dingen. Waardoor ik hou er gewoon van om te focussen op een detail. Ik heb de voorbije dagen heel veel chefs tegengekomen op World 50 Best in Antwerpen. En dan word je wel aangesproken door heel veel internationale chefs die dan wel fan zijn omdat je erin slaagt om details te gaan isoleren. Mm-hmm. En ik denk dat het systeem en ook die 110 of andere lenzen mij daar enorm in helpt. Dat is zalig, hè? Hier die manchette die scherp is en dan die stoel, je herkent het nog als een stoel, maar dan hier bijvoorbeeld deze serviette is min of meer scherp, maar dan die tweede die ligt er wel nog geen meter verder van, denk ik. En, wat is het, een stoel of een zetel kussen, of zo? Een kussen. Lange zetel, een bank eigenlijk, met een aantal kussens. En dat geeft zo nog gewoon wat textuur, maar het leidt niet af. Ja, nee. 100, ook mensen, GF-gebruikers, die al de 250 hebben en die nog een portretles. Maar er zijn eigenlijk geen, dat is het probleem met die, ook ons financieel probleem dan, er zijn geen slechte GF-lenzen. Er zijn er hoogstens dat je wat meer prefereert boven anderen, maar er is zeker optisch gezien niks dat niet goed is, wat dat niet goed is voor de portemonnee soms. Nee. Maar goed. Ja, voor mij is dat hier terug zo een beeld waar dat heel leuk is om dat scherpteverloop erin te krijgen. Dat is ook, denk ik, 110 als ik me niet vergis. Maar dan toch zie je die kamerplant daar op het einde zo, dan krijg je daar je kunt die schaduw terug wat oplichten, waardoor dat iets meer opvalt dan het in het begin was. En ja, dat zijn de dingen dat ik heel graag doe. Mm-hmm. Misschien voor sommigen te donker, maar ik hou er wel van eigenlijk een beeld te gaan maken die afhankelijk van restaurant tot restaurant wil ik echt de sfeer zoals dat het is. Als je effectief in die zaak zit, is dat ook het beeld dat je krijgt. Mm-hmm. En ik zou dat kunnen lichter gaan fotograferen, maar dan is voor mij die sfeer een stuk weg en ik wil het gewoon brengen zoals het is. En dan creëer je ook verkeerde verwachtingen bij het publiek ergens. Ja. He? Ja. Ja. Alright, wel hadden jullie beloofd om even een korte demo te geven van de foto die Pieter uiteindelijk, die er onlangs steeds voor gezorgd heeft dat Pieter hier nu zit vanavond, om het zo te zeggen. Dus ik ga even switchen terug naar mijn scherm hier. En we gaan eventjes, dus dit is de foto in kwestie. Wacht, we moeten hier nog. Voilà. Dus als je zegt van Piet, ik zie geen foto, wel, ja, dat is net het probleem. Dus dit is gemaakt tijdens de demo 4 of 5 jaar geleden met de GFX50S in 4 jaar geleden in op de fotodays. En we hadden daar een model en ik werkte met flitslicht. En dus het probleem was dat waarschijnlijk, ik ben zeer zelden verstrooid voor wie mij kent, maar af en toe is wel. En ik had gewoon eigenlijk vergeten van mijn flitstrigger aan te zetten. En dus we kregen dit hier. En dus dit is eigenlijk een beeld zoals je ziet, dat is bijna, bijna zwart. Hè. Als ik de J-toets indruk in Lightroom, heb ik zelfs wat volledig zwart. Nu, een van de eerste dingen is, ik ga er straks nog even over hebben, ik zal mijn filmsimulatie veranderen naar Eterna. Dat geeft mij al wat meer recovery potentieel. Ik zit hier ook trouwens met de beta-versie van Lightroom Classic, maar ik ga daar voor de rest niet te veel mee doen nu. Maar kijk, we gaan eens gewoon, en we kunnen zo blijven gaan. Dus wat ik ook even ga doen, ik ga toch één dingetje van die beta-versie van Lightroom Classic tonen voor, ik kan het niet laten. Ik mocht van Adobe, dus dan moet ik het ook doen. Hè. Ik heb het nu wel nog niet geprobeerd, denk ik, op deze foto. Dus een van de grote nieuwigheden is dat je de optie hebt onderwerp selecteren en lucht selecteren. Dus automatisch, net zoals in Photoshop, gebaseerd op artificiële intelligentie, je drukt op de knop en hupsakee, ons Rosalinde is geselecteerd en dan kan ik bijvoorbeeld onafhankelijk van de achtergrond Rosalinde lichter maken en ik kan bijvoorbeeld nu dit masker
dupliceren. En dan ga ik hier het masker omkeren en nu kan ik mijn achtergrond bijvoorbeeld donkerder maken. Ja? Nu, er is wel nog wat, om een of andere vreemde reden, is de bovenkant van haar gezicht nog wat donkerder dan de onderkant. Dus wat ik nu bijvoorbeeld kan doen, is natuurlijk gewoon het klassieke radiale filter. Zit er ook nog in. Hier, wacht hoor, nieuw masker maken. Ja, voilà, kijk. Ik zal het met een radiaal filter doen. Okay. Ik ben liever lui dan moe. Zo, en dan gaan we bijvoorbeeld hier die belichting nog een beetje optrekken. Ik ga de doezelaar wat hoger zetten. En voilà, zoiets bijvoorbeeld. Misschien wil ik nog wel een extra radiaal filter in de ogen steken. Zo. Dat is ook het leuke, dat je bijvoorbeeld nu kan je... Dat, vroeger moest je dat dupliceren, maar dat waren dan twee aparte radiale filters. Nu kan ik eigenlijk gewoon in hetzelfde masker een tweede radiaal filter toevoegen. En dan kan ik hiervan, je kan ook de dingen hernoemen, wat dat ook gemakkelijk is. Dus ik noem dit nu de ogen. Ogen, ja. En dus die twee gaan nu samen reageren als ik bijvoorbeeld de belichting van de ogen wat optrek. Zie je? Ik moet natuurlijk niet te extreem gaan. Misschien de schaduw wat optrekken. Maar enfin, dit maar om te tonen. Ik ga de witbalans misschien ook een beetje aanpassen. En mijn algemene belichting, nee, ik wil de witbalans, ja, ik weet het, ja, ik ben verstrooid. Ik wil mijn witbalans een beetje koeler maken en mijn algemene belichting nog wat gaan optrekken. En dan zien jullie dat we hier eigenlijk een bestand, we hebben daar gewoon 3 stops bijgegeven, kan de schaduw nog wat optrekken. En ja, je ziet niet... Ik bedoel, dit kan perfect in druk. Moest dat nu de enige foto geweest zijn die we hadden? En amper ruis te zien, hè, hier bijvoorbeeld ook. Ik heb nog een extremer voorbeeld zelfs, want dit is... Kan ik het in deze hier nemen? Dit is nog zo'n voorbeeld. Dit is Major Theodoricus op een andere shoot. Toevallig was ik, dat is het tweede moment dat ik verstrooid was de laatste 5 jaar. Nog maar 2 in mijn carrière. Nog maar 2 in mijn carrière. En hier bijvoorbeeld kunnen we nog extremer gaan als je dit bekijkt. Dus ik ga hier gewoon losweg 3,5 stop bijgeven. Ik ga de schaduwen plus 70 doen. En dan moeten we eens kijken. Niks van ruis te zien, je ziet perfect, want de vorige was qua scherpstelling niet helemaal, dus daarom vind ik dit eigenlijk nog een beter voorbeeld. Dit is gewoon een goede scherpstelling en dan zie je elk individueel snorhaartje, maar je ziet elk detail hier, maar je ziet dus totaal geen ruis. En ook hier kan ik weer mijn trucje doen, dat ik bijvoorbeeld zeg van ik ga het onderwerp selecteren en ik ga dat apart wat lichter gaan maken en ik ga dit gaan dupliceren, ik ga dit inverteren en dan ga ik mijn achtergrond gewoon weer donkerder maken. En misschien wil ik nog wat meer textuur steken op mijn op onze major. En ik ga misschien die ene kant van zijn gezicht nog wat, hè, want dat is wat te licht naar mijn smaak. Dus ik ga hier een nieuw masker maken, radiaal filter, zoietsje bijvoorbeeld. Hups, en de hooglichten naar beneden. Hupsakee. En in no time hebben we van iets wat eigenlijk rijp was voor de prullenmand, namelijk dit hier, hebben we dit gedaan met een kwaliteit die gewoon verbluffend is. En dit moet je dus niet proberen met een 50 megapixel full-frame sensor of met een 35 megapixel APS-C sensor, omdat dus die grootte van die individuele pixels kleiner is, waardoor dat die, ja, die signaal-ruisverhouding, dat dynamisch bereik, gewoon minder goed is. Oké, dat was al een... We zijn wel op dreef. Ik voel mij zo'n beetje die twee wielercommentatoren zo. Alleen, maar ja, zo'n goede koersfiets kost eigenlijk meer dan de GRX. Zeker. En weegt ook meer. En weegt ook meer. Ja, het zal meer wegen dan die combinatie. Ja. Dus en is moeilijker op te bergen en zo. Dus eigenlijk een veel betere investering. Ja, zeker. Maar goed, zeker. Dit ben ik er aan het kijken. Dus ik heb, misschien is het tijd om een keer te... Even, ik vooral mijn mond te houden en een keer te kijken naar ons in actie. Hè? Dat de kijkers ook wat
rust krijgen? Of hebben wij eerst nog iets anders voorzien, Pieter? Dacht, ik denk... Ah, nee. Nee, ik denk het. Voilà, voilà. Straks die dus we gaan even jullie eerst meenemen in Pieter zijn culinaire wereld. Dus dat is het filmpje wat gemaakt is over onze... We hebben alle twee eigenlijk een halve dag ongeveer gekregen met de GFX 50S2. Dus daar gaan jullie die in actie zien. En... ook het verschillend gebruik dat we ervan gemaakt hebben. Dus we komen straks bij jullie terug. Veel kijkplezier. Nee, nu dat je ervoor mag staan hier dan. Maar mooi recht voor de spot staan je wilt. Ja, perfect. Is dat de nieuw? Dat is de nieuw, ja. Ja, maar iets minder fel. Voor dat soort dingen is continu lichtwagenwaarde natuurlijk. Zeker met ijs en drank. Je dacht, je moet beginnen zoeken met flitslicht, is dat veel, veel, veel moeilijker. Die lens is de lichtste lens in de GF-lenzenfamilie. 35 tot 70 mm. Extreem licht, daar was ik echt van geschrokken. En hij focust eigenlijk ook zeer goed. Om bijvoorbeeld op reis te gaan, is dat wel een zoombereik waar je heel veel mee kan doen. Ja, breek wel. Dat is echt de max. Nu gaan we meer conceptuele beelden maken. Eentje Holy Guacamole en Granny Loves Scotch. Ik werk niet graag op statief, omdat ik verschillende standpunten wil fotograferen. En ik vind een statief dan veel te beperkend. Dus ik werk eigenlijk veel liever zonder statief, stabilisatie aan. En uiteindelijk kan je daarop vertrouwen dat die stabilisatie in orde is daarbij. Dat ga je straks aan de beelden ook kunnen zien, dat ze eigenlijk echt wel heel scherp zijn en dat die stabilisatie echt wel zijn werk doet. Ja, het moet juist zijn. Hè. Zeker als we straks zo dicht gaan, moet het proper zijn. Maar ik wil ook dat glascode heeft, dus het gaat zo'n beetje een combinatie zijn van verschillende dingen. Het is niet dat we dat altijd doen, hè, maar het is wel leuk van gewoon ook een keer hier en daar wat anders te brengen. Omdat het wel iets is die op zich vrij simpel is, maar toch weer net anders dan anders. En ondertussen zijn de tanden ontsmetten. Voor mij het voordeel van die GFX-camera's, dat is de verloop in scherptediepte, dynamisch bereik en de scherpte van die beelden. En uiteindelijk de combinatie van dat samen met gebruiksgemak, vele scherpstelpunten, stabilisatie in de body. Het is zo'n totaalpakket dat ik interessant vind. Alright, dan zijn we... Oh, die gaat vanzelf al vertrekken, Pieter. Wacht, we moeten dat hier handmatig. Even terug naar het begin. Ja. Voilà. En, ja. Wacht, zeg dan nog eens. Ik ben niet zo goed op de hoogte van Lightroom zo. Ik zie maar de helft van mij. Ah ja, voilà, goed. Dus wat we nu gaan doen, mensen, is een paar van de beelden die jullie zagen een keer wat uitgebreider bekijken. En ook een keer inzoomen, dat jullie ook het detail daarvan zien. Dus... We zijn er bijna, denk ik. We zijn er bijna. Ja.
ah ja, nu moet deze in full. Ja, ik had op de verkeerde knop geduwd. Als Lightroom specialist gebeurt dat wel een keer. Dus we moeten naar dit hier, denk ik. Ja, voilà. Ja. Goed. Dus uiteindelijk bij die shoot had ik ervoor gekozen om, om meer met cocktails te gaan werken. Omdat ik denk ik de laatste maanden meer cocktails heb moeten fotograferen dan mijn volledige carrière daarvoor. En drink je die dan uit achteraf? Daar hebben we dat nog niet gedaan, maar bij sommige shoots gebeurt het wel. Of ja, ik denk dat ik heb een volledig boek gefotografeerd van cocktails. Dat was een week. En dan gebeurt het wel dat het ontbijt, morgens het middagmaal en het avondmaal, dat gewoon een aantal cocktails was. Of vergezeld werd met een aantal cocktails. Geweldig. Ik denk dat ik ook foodfotograaf ga worden. Culinair fotograaf. Dat zijn de voordelen natuurlijk. Maar wat ik daar vooral specifiek wou doen, ik zat nog met een aantal ideeën dat ik heel graag wou proberen. En dat was bij bepaalde gevallen ook veel donkerder gaan. En eigenlijk echt het licht gaan gebruiken om bepaalde onderdelen te gaan highlighten. En bijvoorbeeld er ook voor te zorgen dat niet de volledige arm zichtbaar was, maar bepaalde onderdelen. Mm-hmm. En eigenlijk vooral de drank te laten spreken of de kleur van de cocktail zelf in plaats van alles te gaan belichten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als we daar gaan inzoomen, ja, dat is gedaan met de nieuwe body, maar ook met de nieuwe lens, met de GF35 70mm lens. Ja, dan zie je dat er daar gewoon enorm veel detail in zit. En dat is niet enkel alleen in dat... Ja, je ziet ook dat geborsteld aluminium is. Ja, dat is geweldig. Dus je ziet die borstellijnen daarin zitten. Je ziet de drank die er ook heel mooi benedenaan uitvalt. Maar ook bovenaan aan de vinger zie je nog dat er detail in zit. En uiteindelijk is... Je kunt eigenlijk zijn vingerafdrukken hierop gaan reconstrueren. Ja. Als je bepaalde foto's en zo effectief daarop focussen, dat je misschien wel vingerafdrukken zou kunnen... Stopen dat hij niks op zijn kerfstok heeft, een baarman. Nee, ik denk dat wel meevalt. Ja, hier terug hetzelfde. Terug al dat licht gaan richten op het onderwerp zelf. Er wel voor zorgen. Het is continu licht, denk ik dat ook. Daar hebben we alles gedaan met continu licht. Omdat dat bij die dingen toch net iets makkelijker werkt. Omdat je dat licht zodanig beter kunt sturen dan flitslicht. Bij flitslicht is het richten en dan... Ja, open dat het min of meer juist zit. Ja. Hier had ik er iets meer controle op. Dat was ook wel nodig, vond ik. Maar hier net hetzelfde. Dus je krijgt enorm veel detail in dat beeld. Ik denk dat we nog eentje hebben die nog dichter is. Dus voor alle duidelijkheid, dit zijn uitvergrotingen van dezelfde foto. Het zijn niet telkens nieuwe foto's. We gaan gewoon inzoomen. Dit is eigenlijk een full HD krop van het beeld van daarnet. Ja. En hier ook, hier zie je ook weer zijn vingerafdrukken. Ja, je ziet alle soorten details, vind ik, die toch wel heel indrukwekkend zijn. Natuurlijk gaan er heel weinig mensen naar zo'n details gaan kijken, of toch zo extreem gaan inzoomen. Maar als je daar dan mee kan gaan printen of andere dingen kan doen, is dat natuurlijk wel heel leuk. Ook gewoon een praktische toepassing is, wij trekken het hier nu wat in het extreme, maar het feit dat je bijvoorbeeld stelt dat je voor magazines fotografeert en je fotografeert liggend, maar ze hebben een staande uitsnede nodig. Met 50 megapixel heb je als een staande uitsnede denk ik nog een kleine 30 over. Dat is meer dan voldoende om daar nog echt op zeker een magazine en zelfs nog flink groot te gaan afdrukken op een tentoonstelling of zo. Hè. Ja. Ja, hier hetzelfde. Hier was het eigenlijk de bedoeling van echt omgekeerd te gaan werken. Wou ik eigenlijk met witte achtergrond gaan werken en meer het silhouet gaan gebruiken van de persoon samen met de drank. Dat is trouwens een cocktail waar Ron een internationale wedstrijd heeft meegewonnen. Is dat die we geproefd hebben om 9 uur 's ochtends? Nee, dat was die vorige. Ik weet het al niet meer, want ik stond al op mijn hoofd. Nee, dat is inderdaad... dat was een andere cocktail. Dus dat is nog een uitsnede daarvan. Ja, uiteindelijk... sommigen vinden die vorige beter. Ik hou hier wel van. Ja, ik vind die ook wel leuk. Omdat er dan nog meer aandacht gaat naar de cocktail in plaats van naar de persoon zelf, vind ik persoonlijk hierbij. Deze hadden we al gezien. Dat is het staande beeld van waarmee dat we gestart zijn, maar uiteindelijk denk ik hadden we daar dat eerste deel getoond. Dat is een beeld gemaakt met de 35-70 mm lens.
Maar ik had ook heel snel gewisseld. Ik denk niet dat dat in dat filmpje zat, maar ik wou daar ook heel snel datzelfde beeld gaan maken, maar dan met de 250 mm. En ik denk dat dat een van de volgende beelden kan zijn. Ik denk ook dat er verschillende uitzien, maar dit is dus dit beeld. Maar dan ook omdat ik niet verder kon, want ik stond op dat moment al met mijn rug tegen de muur. Figuurlijk, ja. Figuurlijk toch. Maar als je dan opnieuw gaat inzoomen, 250 mm. En dit is de... Ah nee, ik dacht dat we nog één hadden, maar... Ja, maar dit beeld is dus wel het gemaakt handheld. Dus vanuit de hand, op een 320ste van een seconde, wel met die stabilisatie aan. Ja. En ja, ik gebruik die lens meer en meer. Ook hier weer, je ziet echt de details in de stof, in de textuur. Dus voor mensen die bijvoorbeeld stoffen moeten fotograferen, productfotografie, reproducties van schilderijen, je ziet elk krakeltje in het canvas. En dat is zalig om mee te werken. Ah, kijk, hier hebben we, ik dacht dat we er inderdaad nog een meer close-up hadden. Dat is deze hier. Dat is dus eigenlijk, komt nog altijd van diezelfde foto. En als je dan ook weer dat detail ziet, die wimpers, die individuele stoppeltjes, het is... Om van te smullen, absoluut. Inderdaad, heel leuk om dat te gaan zien. Ja. En die zijn er ook nog inderdaad. Ja, dat waren wat handelingen daar. En dan hebben we inderdaad Granny Loves Scotch. Meer dat conceptuele waar dat ik toch wel meer en meer. Eigenlijk is dat vooral gekomen door die shoot met Bokkie, met de GFX 100S. Ik heb zodanig veel zitten brainstormen toen om alle mogelijke concepten te bedenken. En dan op een gegeven moment kwam er zodanig veel. Niet alleen om met personen te doen, maar de ideeën blijven gewoon binnenstromen met momenten. En dan is het heel leuk, maar soms ontbreekt de tijd om ze uit te voeren. En was het heel leuk om daar nog eentje van te betrekken. En ook die holy guacamole was daar eentje van. Er is een vraag van Werner, we kunnen dat misschien nu even tackelen. Is de ISO-instelling een belangrijke factor in jullie werk? Hoe is dat bij jou? Het probleem is, als ik in een shoot zit, Werner, zit ik zodanig in de flow dat ik heel vaak de ISO-waarde vergeet aan te passen. Voor mij is het soms een moeilijke. Je bent bezig in de keuken waar dat er dan weinig licht is, maar dan plots ga je naar de pas waar dat de warmtelampen zitten. Dan zit je met een ISO-waarde die soms veel te hoog is en dan een sluit. En dan pas ik die aan, maar dan ga ik terug en dan zit je soms op een sluitertijd die dan niet meer conform is wat de regeltjes voorspellen. Ja. Maar uiteindelijk, door de stabilisatie is dat dan geen enkel probleem. En kan je daar ook wel op vertrouwen. Dus soms in the heat of the moment, om het zo te zeggen, vergeet ik het wel wat aan te passen. Maar ik heb prints in boeken staan die op een ISO 2500 zijn met een GFX-systeem en er gaat dat niemand zien. Er is ook een feit dat als je bijvoorbeeld, als je met een GFX op hogere ISO's werkt en je gaat dat beeld dan gaan downsamplen om uiteindelijk om het bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, in een magazine op A4 te gaan afdrukken, dan gaat ook die eventuele ruis die er zou zijn op ISO 3200, die gaat ook meegedownsampled worden en die valt minder en minder op. Dus dat is eigenlijk ook een voordeel van die extra resolutie te hebben, dat uw ruis bij lagere resoluties mee verkleint, om het eigenlijk zo te zeggen. Wat ook goed is natuurlijk in de 50 is dat de ISO minder een limiterende factor wordt, omdat je natuurlijk die IBIS hebt en die gaat bijvoorbeeld op een lens zoals de 63 mm, gaat dat tot 6,5 stop. Laat ons nu nog gewoon 6 stops nemen, maar dat maakt het verschil uit, ook natuurlijk bij stationaire onderwerpen, maar ISO 100 bijvoorbeeld, stel dat je daarop begint, ISO 200 is 1 stop, ISO 400 is 2, 800 is 3, 1600 is 4, 3200 is 5, 6400 is 6, dus de ingebouwde beeldstabilisatie kan eigenlijk, als dat 6 stops is, dan is dat het verschil tussen fotograferen op ISO 6400 of ISO 100 bijvoorbeeld. Dus dat is geweldig, ja. En je hebt het daarnet gezien, hè. Ik zou eigenlijk zeggen, van de foto daarnet was gemaakt. De eerste was op ISO 400, denk ik. De tweede weet ik het niet meer. We hebben die 3 stops opgetrokken in Lightroom. Die foto waar jij over sprak? Van onze major. En we hebben die 3 stops opgetrokken in Lightroom. Plus de schaduwen waar de meeste ruis zit, heb ik plus 100 gedaan. En je zag nog altijd amper ruis. En dat komt dus ook weer door het feit dat je die
groter dan full-frame sensor hebt met een mooie resolutie van 50 megapixel, niet extreem hoog zoals bijvoorbeeld een GRX 100, maar een zeer, zeer royale resolutie van 50 megapixel op die grote oppervlakte. En dat zorgt er gewoon voor dat elke pixel 20-30% groter is dan in het geval, of 40% dan in het geval van bijvoorbeeld vergelijkbare full-frame sensoren. En dat vertaalt zich in die veel betere signaal-ruisverhouding. Is er nog een vraag van Paul? Ik was eventjes naar jouw scherm aan het kijken. Ja, doe maar. Paul Nuits vroeg, wat is de ISO-waarde bij deze beelden? Ik denk dat ik al die beelden in die afbeelding op ISO 800 geschoten heb. Wel, normaal had ik dat er eigenlijk moeten bijzetten maar ik weet het vrijwel van buiten, want ik heb ze daarnet nog gestuurd naar iemand ook. En de ISO waarde was bij alle beelden ISO 800. Daar ben ik vrij zeker van. En die kleurbalans, of die automatische witbalans, die Bert vraagt, van mij is dat een beetje afhankelijk. Maar als ik weet dat ik met continu licht zou schieten, dan ga ik die automatisch gaan aanpassen, meestal naar een 5600. Met daglicht werk ik met automatische witbalans. En bij flitslicht ga ik die meestal ook zelf gaan instellen. Kijk, om het te bewijzen dat Pieter weet wat hij vertelt. Ja, omdat ik merk gewoon dat die ISO-waarde, het klinkt misschien heel fout, maar dat dat minder en minder belangrijk is. Klopt. Om daar steeds te blijven aan denken. En zoals ik zeg, ik zit echt in die flow. Laat ons eerlijk zijn, dan stel dat je nu een foto hebt waar dat de ISO zo hoog was dat het misschien toch niet ideaal is. Er bestaan de dag van vandaag zoveel geweldige programma's. Ik denk aan een Topaz Denoise bijvoorbeeld, AI, wat geweldige dingen doet met foto's met te veel ruis. Ik denk aan DXO, heeft ook iets, DXO Pure Raw. En als ik me niet vergis, werkt dat zelfs op de GFX-bestanden, niet op de X-bestanden. Maar er zijn nog een keer extra mogelijkheden in postproductie, dat eigenlijk ruis de laatste jaren bij mij ook het minste van mijn zorgen is. Ik ga liever mijn ISO wat verhogen en dat ik bijvoorbeeld weet dat ik daar door een snellere sluitertijd krijgen om bijvoorbeeld een actie te bevriezen. Want onscherpte is vandaag nog altijd veel moeilijker aan te pakken in nabewerking dan ruis eigenlijk. Hè? Ja. Oké, we gaan eerst een keer misschien kijken naar het filmpje wat ik gemaakt heb. En dan gaan we nog wat beelden van mij bekijken. En dan gaan we onze tips een keer vertellen. Dan gaan we nog wat meer. We gaan die camera ook wat meer tonen. Ja. Goed, ik heb maar 8 knoppen. Voilà. Ja, de lucht is tof. Ja, cool. Cool, cool. We zitten in de haven van Gent en we gaan deze hiphopper proberen op de gevoelige plaat vast te leggen met de nieuwe GFX 50 S2. Hij ziet je stoppelbaard, dus dat is goed, hè? Kijk. Dat is wel een tof landje, hè. Kan ik eens zien dat heeft van compressie. Kom maar, Matthias, kom maar. Nog? Ja. Nog dichter, nog dichter, nog dichter. Ja. Nog een klein beetje. Ongeveer daar. Ja. Ik werk heel vaak op locatie en hoe compacter de camera, hoe lichter de camera, hoe plezanter het is, want ik heb meestal al genoeg dingen om mee te sleuren. Dus ik hou dit echt in mijn handen en ik voel niet dat ik een medium format camera in mijn handen heb. Ja, oh, wauw, cool. Yes. Er is ook maar één rugzak die je in een vliegtuig kan meenemen en daar moet alles in geraken, dus het past er perfect in. Het neemt echt weinig plaats in. At the top I found some relief, I finally got some peace, carry on but please don't mess up the moon. Een van de redenen dat ik in de tijd overgestapt ben naar de GFX is omwille van het geweldige dynamische bereik van de sensor die hierin zit. Dus dat vind ik geweldig, dat je de schaduwen kan optrekken en de hooglichten kan terugtrekken en zo eigenlijk de scène weergeven zoals dat je ze voor je ogen zag toen je de foto maakte.
Oké. Okay. Yeah. Oh, I'm sorry, baby. I don't mean to be rude. Yeah. I'm just a little different from all these dudes. Okay, okay, okay. They riding waves, me. I'm up on a cruise. Yeah, yeah. You feel like me, then you got nothing to prove. Voor mij is dat goed, maar zeg jij dan een keer? Ik ga nog één pakken. Ik werk graag met dansers omdat die graag all the way gaan. En ik probeer dat ook te doen in mijn fotografie. Dus die kijken niet op een extra sprong en ik kijk niet op een extra foto. En het is maar door die volharding aan beide kanten dat je eigenlijk ja, tot hele toffe resultaten komt, denk ik. Hem? Ja, dat is hem. Oké, goed. Dus we gaan ook een keer een aantal van die beelden dus van mij bekijken, als dat oké is voor jullie. En anders ook trouwens. Even switchen terug naar dit hier. Oké, goed. Dus dit is Matthias. En ik had Matthias een paar jaar geleden gefotografeerd voor de cover van mijn flitsboek. En ja, ik wou die foto nog een keer terugmaken met de GFX om ook wat meer resolutie te hebben bij dat shot. En dan zijn we terug geweest. En ja, dat is een van mijn favoriete foto's uit de reeks. En bijvoorbeeld hier weer hetzelfde verhaal. Als we eventjes inzoomen tot in het uiteindelijke detail, dan zie je hier, je ziet de pluisjes op zijn vlies, je ziet zijn haar gewoon, je ziet de textuur, ja, je ziet de stoppelbaard. En dat is dus van een foto die eigenlijk ja, ook weer een omgevingsportret is. Als je ziet dat hoofd is misschien een 200ste in oppervlakte van de totale foto, maar je kan daarop inzoomen en toch nog zoveel detail hebben. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Hier bijvoorbeeld, dit is eigenlijk ja, een beetje daarna, om ook weer te tonen, totaal andere. Hier zitten we met een sluitertijd van een 250ste. Bij F8, hier heb ik eigenlijk de achtergrond compleet onderbelicht, zodat het is eigenlijk later gemaakt op de dag, maar gewoon de achtergrond meer onderbelicht en dan echt met een zware flitser, dat is de Godox AD1200 geloof ik, die we daarin gebruikt hebben van links. En rechts zit er een, dat zie je aan de twee kleine streepjes licht hier, zit er een tegenlicht, een striplight als ik me niet vergis. En dit is ook gemaakt met die geweldige 250, dat is de scène in de video waar dat je mij ziet naar achter gaan en maar blijven zeggen dat ze maar verder en verder moeten gaan. En het leuke is dat je met zo'n 250 ja, superveel compressie in je beeld krijgt. En ja, zalige lens. En natuurlijk met zo'n goede hiphopper als Matthias is dat zalig fotograferen. Hè. Hier ook weer, dus als we dan wat gaan inzoomen en hier ook, hè, je ziet nog de stoppelbaard, je ziet de wimpers, de wenkbrauwen, de textuur. En bijvoorbeeld in zo'n gevallen hier, want er zijn wat vragen over autofocus, we komen er straks nog op terug, maar in zo'n geval zou ik zelfs, met mijn GFX 100S, die, daar moeten we eerlijk in zijn, een snellere autofocus heeft dan de 50, omdat hij een hybride systeem heeft. Hij heeft contrast- en fasedetectie. Maar zelfs daar eigenlijk, en ook niet met mijn X-T4, in zo'n situaties ga ik eigenlijk zelfs geen autofocus gebruiken, maar ik ga gewoon manueel gaan prefocussen op waar dat hij eigenlijk zich bevindt. En ik werk zo, omdat ik dan ook geen tijd verlies in het scherpstellen, want het moet hier allemaal zo snel gaan. De camera staat gewoon op statief en ik prefocus manueel en dat gaat eigenlijk veel beter op die manier, vind ik zelf alvast. Ja.
Dit was jouw idee trouwens, van wat zou er gebeuren, moesten we achter die, achter die strook gaan met licht naar boven. En dat is ook een van mijn favoriete shots uit de reeks. Dit is een composite natuurlijk, gemaakt uit drie verschillende foto's. En dan ook weer één met de 3570, die echt voor de prijs, als er mensen zijn die aan het kijken zijn en die geïnteresseerd zijn in een GFX 50, ja, koop hem zeker met die 3570, want de lens kost in kit €500 met de, en anders kost het €1000 en voor €500 is het echt wel een no-brainer. Ja. Het is zo'n goede lens. Dit is, hier is de slide nog niet gerenderd, want dat ziet er in het echt wel scherper uit. Ik ga eventjes naar de ontwikkelmodule gaan en we gaan die hier eventjes erbij halen. Voilà, zie je, dat duurt soms eventjes. Dan zal misschien dat hem nu ook hier... Nee, hier is hij nog niet mee. Maar we gaan hem hier even bekijken anders. Dus hier zie je dus perfect dat alles nog mooi haarscherp is. Oké, het is tijd om nog een keer onze camera te richten, denk ik, op de GFX 50. Dus we gaan even de top... scherm inschakelen. Voilà. En we gaan jullie nog wat tips geven. En aan de hand van die tips kunnen we ook nog even de camera wat verder verkennen. Dus ik heb een aantal tips die ik eventjes wil overlopen. En de eerste heeft eigenlijk te maken met het feit, dus het leuke aan Fujifilm is dat je al die filmsimulaties hebt. Dus, en die kan je oproepen bijvoorbeeld in het quick menu. Kan je, ik ga even kijken of ik trouwens de... Verbinden. Ja, eventjes de HDMI out tonen. Dat zal makkelijker zichtbaar zijn. Zo. En als we even switchen naar deze dan, voilà. Dus je hebt dus al die filmsimulaties en die zijn echt super, super handig. Maar eigenlijk wat ik meestal doe, is ik fotografeer. Ik zie heel graag ProNeg S, er zijn er nog een paar dat ik graag zie. Maar ik fotografeer eigenlijk altijd met mijn toestel op Eterna. En de reden is dat de filmsimulatie die je instelt, dat zie je dan eigenlijk ook in de zoeker van je camera. En Eterna is een heel zachte simulatie, dus die gaat weinig contrast en weinig saturatie toevoegen. En Eterna lijkt heel goed op het dynamisch bereik dat ik eigenlijk in mijn RAW heb. Dus als je bijvoorbeeld de camera instelt op, ik zeg maar iets, op, als we even bijvoorbeeld gewoon hier, als we even de camera, dit is Eterna, als we nu even de camera instellen op bijvoorbeeld een Velvia, nou, die zit meer vooraan. Dit is Velvia. Zie je, dan ziet dat er onmiddellijk een pak contrastrijker uit en een pak gesatureerder. En dat geeft mij dan eigenlijk als kijker, als RAW-fotograaf, een beetje een valse informatie in zekere zin. En dat heb ik liever niet. Ik heb liever dat ik... Want hier zou ik bijvoorbeeld kunnen gaan denken van ja, het is te donker, ik ga wat moeten wat meer belichten. Dus maar bij Eterna zie ik eigenlijk prima van, oh ja, ik heb eigenlijk... Nog heel wat marge. Zeker wat ik ook aanraad is om in de zoeker, in de schermsetup, natuurlijk ook het histogram in te stellen. Er zijn zo'n aantal dingen die standaard uitstaan, bijvoorbeeld ook de weergave, dat staat standaard uit. Ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop dat de battery life gemeten wordt en dat dat eigenlijk dingen zijn die de battery life negatief beïnvloeden. Maar als je een systeemcamera hebt, is het wel eigenlijk spijtig van die weergave nadat de foto gemaakt is, van die uit te zetten, vind ik. Dus de displayinstellingen op maat, daar kan je bijvoorbeeld het histogram gaan activeren. Ja. Voilà, dus dat is ook nog iets wat ik er zeker altijd opzet. Terwijl dat we bezig zijn, bijvoorbeeld nog eentje van de dingen is die standaard uitstaan. Maar wat ik eigenlijk iedereen aanraad om te activeren is in de autofocus, is het feit dat je... ik heb het nu al aangepast. Jij hebt het aangezet, maar standaard staat het op 117 punten. Dat is al niet slecht. Hè. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de andere middenformaatcamera's die vaak maar één punt hebben in het midden. Je kan hier perfect gaan focussen helemaal
links in de bovenhoek bijvoorbeeld, als je dat zou willen om een of andere reden. Maar je kan eigenlijk nog beter dit gewoon gaan instellen op, op 425 focuspunten, want dan heb je nog veel meer precisie natuurlijk. Dan heb je al deze focuspunten. En terwijl ik bezig ben over die focuspunten, een van de tips die ik zou willen meegeven is dan, je kan door aan het achterste wiel te draaien, hè, dus als we dat hier even doen, als ik aan het achterste wiel draai, dan zie je dat we die rechthoek met die focuspunten groter en kleiner kunnen maken. Wacht hoor, zo. Zie je, dus, ik moet het even zo tonen. Ja, maar het was zichtbaar. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus we kunnen die groter en kleiner maken. En je zou natuurlijk geneigd zijn om te denken van hoe kleiner, hoe beter, omdat je dan accurater werkt. Maar je moet eraan denken dat bij contrastdetectie is het zo dat hij zoekt dan eigenlijk naar contrast in dat kleine groene vierkantje. En ik heb al gemerkt dat het niet altijd beter is om het kleinste vierkantje te gebruiken. Dus ik zou gewoon willen meegeven van, en dat geldt ook voor de andere X-camera's, maar als je merkt dat je niet de focuskwaliteit vindt die je zoekt, probeer dan gewoon een keer met net een maatje groter. En het kan zijn dat je dan net in dat groen vierkantje wel voldoende contrast hebt, waardoor dat die eigenlijk beter scherp staat dan met een klein vierkantje. Enfin, dat geef ik zo even mee. Nog een tip is bijvoorbeeld dat je hebt een aantal sneltoetsen op deze camera. Bijvoorbeeld hier zit er eentje. Je zit er hier ook één. Er zijn er nog een paar. Ik heb ze zelfs nog niet allemaal gevonden. Ja. Plus je hebt ook nog wat swipe-bewegingen op het scherm dat je kan instellen. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die ik graag doe, dus deze camera heeft een front command dial en een even kijken wat, naar het licht proberen wat er ligt. Dus hier hebben we de front command dial, hier hebben we de rear command dial. Dus zeker voor mensen die bijvoorbeeld gewoon zijn van met de spiegelreflex te werken, kan je, die gaan zich direct thuis voelen. Ik zeg, de meeste objectieven hebben een aperture ring, deze heeft dat nu niet, maar dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld de aperture hier op de voorste en de sluiter op de achterste kan zetten. En dan heb je natuurlijk nog je ISO. En wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, is de ISO geprogrammeerd op deze knop hier. Ja? En hoe doe je dat? Wel, je gaat gewoon naar je instellingen, naar het sleutelicoontje. En opnieuw, deze tip geldt ook voor de X-camera's. Je gaat naar je toets- en schijfinstellingen. En daar kies je functietoetsen instellen en dan kan je even gaan kijken naar, zoek je de knop die je nodig hebt. Dus in mijn geval was dat deze. Ja. En die staat nu bijvoorbeeld ingesteld op, zoals je ziet, gezichtsherkenning aan en uit. En als je bijvoorbeeld een portretfotograaf bent, is dat natuurlijk een heel, heel goed idee. Maar bijvoorbeeld, je kan dat dus ook gaan veranderen naar, ik zeg maar iets, naar de ISO. En als we nu dit kiezen, en dan kunnen we dus eigenlijk perfect, als ik nu op die knop druk, dan kan ik dus heel makkelijk gewoon op de knop drukken en dan kan ik met mijn joystick hier, kan ik heel makkelijk, dus als ik de ISO wil veranderen, ik druk op de knop hier en ik kan gewoon doorheen de verschillende ISO-waardes gaan bladeren als het ware. En ik zie dat ook in de zoeker als ik dat wil, dus super, super handig. Nog twee tips van mij en dat heeft te maken met, ga even hier, en dat geldt ook weer voor de andere X-camera's en zeker misschien voor de mensen, ik zie dat er een paar mensen zijn met een GFX100, jullie weten dat die bestanden, dat die grootte wel kan oplopen, maar dus je kan in de opslaan setup instellingen, dus in in het sleutelicoontje heb je de mogelijkheid om, ik dacht dat het daar was, maar het zal, ik vergis mij, het zal bij de beeldkwaliteit zijn dan. En daar is het ook niet. Of hier, sorry, bij beeldkwaliteit. Ah ja, voilà. Het zit in het IQ-menu. En je hebt bij RAW-opname heb je de optie lossless of
gedecomprimeerd of verliesvrij gecomprimeerd. Dus de optie die je eigenlijk best kiest is verliesvrij gecomprimeerd. Gedecomprimeerd is eigenlijk een beetje een moeilijke manier om te zeggen dat het niet gecomprimeerd is. Dus dat eigenlijk de grootste bestandsgrootte, dat is dit. Je hebt gecomprimeerd, dat is compressie, maar met een klein beetje verlies. En dan heb je de gulden middenweg, verliesvrij gecomprimeerd. En die bestanden zijn ongeveer de helft, als ik me niet vergis, van de normale. Dus dat is zeker de moeite waard om in te stellen. Je geheugenkaarten worden terug 2 keer zo groot, als je het zo wil bekijken. De laatste die ik wil tonen is, daarvoor ga ik nog even switchen naar hier, is dus dat wanneer je op manuele focus werkt, iets wat ik af en toe wel wil doen, omdat de focus soms, zeker bijvoorbeeld met de 110 F2, zo kritisch is, dat ik eigenlijk zelfs, als ik een hele goede autofocus heb, toch liever manueel focus, omdat de autofocus weet uiteindelijk niet bijvoorbeeld of dat die moet focussen op een wimper of op een oog. En het kan het verschil gaan uitmaken. Dus wat ik ga doen is vaak manueel focussen en dan heb je dus de optie, als je op de achterste knop drukt hier, dan zie je een... Wacht, ik ga het even zo doen. Dus als je op de achterste knop drukt, dan kan je in de zoeker of op het LCD-scherm inzoomen. En als je dan draait, dan zoom je nog meer in. En als je dan nog eens draait, zoom je nog meer in. Nu, ik zit hier te dicht bij het scherm om te kunnen helemaal scherpstellen. Maar je ziet dus, uitgezoomd, ene keer drukken zoomt in, dan draaien... En nog eens draaien aan het wiel en dan heb je nog verschillende zoomniveaus. En dus dat is super natuurlijk. Dat heb je bijvoorbeeld bij een spiegelreflex. Ja, totaal niet. Hè? Dus dat zijn een beetje mijn tips. Pieter, jij hebt er ook nog een aantal, dacht ik. Ja, ik heb er ook nog een paar. Een eerste is, als ik de camera terug aanzet, is eigenlijk My Menu. Ik ga even terug naar hier gaan. Dat is eigenlijk iets dat je zelf kunt instellen. En bijvoorbeeld een aantal instellingen die je heel vaak of meerdere keren wil aanpassen. Bijvoorbeeld, de vraag kwam daarnet rond die witbalans van hoe ga je daarmee mee gaan werken. En dan kan ik daar eigenlijk heel snel ook mijn witbalans mee gaan aanpassen. Of andere zaken. Stel ik wel mijn... ik kom er eventjes niet op. Stabilisatie gaan aanpassen, de mode gaan aanpassen, dan kan je dat allemaal heel snel gaan doen onder My Menu. En het voordeel is, als je daar dan bijvoorbeeld uitgaat, ga je gewoon onmiddellijk terug als je de volgende keer op uw menu gaat klikken. Natuurlijk kan je bijvoorbeeld een aantal zaken ook gaan aanpassen. Bijvoorbeeld, je kan uw timer gaan aansluiten op het Quick Menu. En eventjes terug naar hier, dat Quick Menu zit onder de Q van Quick Menu. Ja, okay. Dus eigenlijk op die manier kan je ook heel snel een aantal zaken gaan aanpassen. Maar ik zelf ben eigenlijk eerder geneigd om altijd naar dat My Menu te gaan. En uiteindelijk als ik hier eventjes switch en ik duw op menu, kom ik daar onmiddellijk terug in uit. En kan ik dan heel snel een aantal zaken gaan aanpassen. Ikzelf zit vaak in situaties waarbij dat we bijvoorbeeld in een opstelling gaan werken waarbij dat we food gaan fotograferen. Meestal kan dat ook zijn dat we bijvoorbeeld in een situatie zitten waarbij dat er een flitsopstelling gemaakt wordt. Maar dan ga je bijvoorbeeld al heel snel gaan zitten met een... En dan gaan we gewoon hier naartoe. Hè. Dan gaan we naar een ISO 100. We gaan naar een 125ste van een seconde. En een F9, F8 is dan denk ik niet raar. Maar dan zitten we heel vaak met de preview op het scherm zoals dat we het nu krijgen. Als je manueel werkt? Werkt, dan is dat donker, want dan zit die flitstrigger erop. En dan zie je in principe niets. Daarvoor heb ik een knop ingesteld. En ik ga eventjes terug naar hier. Ik heb hier de knop vooraan ingesteld bij mij. Dat is deze die daar zit. En de reden waarom, als ik dan de camera terug wegneem en ik ga terug de keuken in, dan kan ik gewoon een aantal keer duwen op de knop. Ik ga nu terug naar het andere menu gaan. Maar als ik dus dan
moet fotograferen, dan zie ik niets. Dan ga ik daarop gaan duwen, kan ik eigenlijk gaan focussen. Dus het beeld is eigenlijk nog altijd donker? Het beeld is nog altijd donker, maar... Je ziet wat je aan het doen bent. Ik zie wat ik aan het doen ben. Ik kan gaan scherpstellen. Ik kan de foto maken met de flitslichten aan. Ga ik terug de keuken in, dan ga ik terug gaan duwen. Komt terug het normale beeld tevoorschijn en dan kan ik terug gaan aanpassen. Kan ik terug mijn ISO-waarde gaan verhogen en terug de keuken gaan induiken. Andere sluitertijd gaan kiezen, diafragma gaan aanpassen en zo verder. Ja. Dus dat is iets die, zeker als je veel moet switchen tussen die instellingen met flits en reportage, dan is dat wel handig van hem ergens te plaatsen. En voor mij is het handig dat hij gewoon daar vooraan zit. Moet ik snel tonen op welke manier dat dan doe is? Maar, doe maar. Dus we gaan heel snel terug. Dat geldt ook voor weer iedereen die met Fujifilm werkt. Dus dat zit opnieuw bij de toets- en schijfinstellingen. Dan zit dat bij de functieinstellingen. En dan kan je hier gaan switchen. En dan is dit de knop vooraan, dacht ik. Ja. En dan is dat deze... Mooie omschrijving. Maar dat is eigenlijk hetgene dat je nodig hebt om te gaan veranderen als je met flits wil werken. Ja. Mensen die van andere systemen komen, standaard zit bij Fujifilm het aanpassen van de sluitertijd achteraan. Ik kwam zelf van een ander merk voor ik overstapte, waar je dat vooraan zat. Uiteindelijk kan je dat ook heel makkelijk gaan aanpassen. En de manier waarop is eigenlijk gewoon door lang te duwen vooraan. En dan kom je in dit menu uit en dan kan je eigenlijk gewoon gaan zeggen van goed, die vooraan wil ik eigenlijk gaan gebruiken als mijn sluitertijd. Je kan er zelfs nog een tweede functie aan geven omdat je bijvoorbeeld ook zou kunnen switchen. Dus je zou bijvoorbeeld hier kunnen zeggen, ik ga er nog mijn diafragma onder zetten en een derde functie wil ik bijvoorbeeld niet. En ik ga achteraan. Zo zit het bij mij, standaard. En dan is het als je klikt zeker dat je van functie verandert. Ja. Ja. Dus nu zit ik achteraan met mijn ISO, dus ik heb hem nu helemaal omgedraaid dan wat dat jij zou doen. Ja, ja, ja. Omdat bij mij werkt het op die manier, dus ik heb vooraan sluitertijd. Als ik diafragma zou willen aanpassen, bijvoorbeeld met een lens zoals deze, waar er geen diafragma ring op zit, moet ik een keer klikken. De derde functie wil ik niet gebruiken, achteraan ISO. En dat wil dat ook zeggen, als ik dus op die manier terug zou gaan. Ik ga even terug naar het topbeeld gaan. Ook geweldig om je collega's te pesten. Hè? Ja, gewoon die camera stiekem helemaal herconfigureren. Dus als we nu gaan, dan zit ik op mijn sluitertijd. Als ik eenmaal duw, dan ga ik naar mijn diafragmawaarde en kan ik daarmee gaan aanpassen. Ik ga straks nog een keer hetzelfde doen met het... En achteraan zit voor mij dan mijn ISO-waarde. Dus als ik terug ga en ik duw op die knop vooraan, zit ik nu op sluitertijd, kan ik dit gaan aanpassen. Dus dan zie je het opnieuw donkerder worden. Kijk, dat wist ik zelfs niet, dat je dat inderdaad... Zou je eigenlijk op die manier kunnen gaan aanpassen. En afhankelijk van de lens kan je dus zo laag gaan als dat de lens het kan. Ja. Super. Dus op die manier kan je eigenlijk ook wel een aantal zaken terug gaan aanpassen zoals je het zelf wil. Nog iets anders. Nu staat hij op een manuele, iets wat ik eigenlijk alleen maar gebruik. Maar natuurlijk zitten daar nu die custom functies op, die knoppen dat je zelf kan aanpassen. Dat is ook wel tof. Ja, op de GFX100 die ik zelf heb, zit dat niet. Op de GFX100S zit dat wel. En ik had het tot nu toe niet gebruikt. Maar ik denk dat ik het toch misschien zal... Misschien hebben we dat nog niet gezegd, maar dus die twee bodies zijn eigenlijk identiek. Hè? Er is maar één stickertje op de zijkant dat... ik heb hier geen 100 liggen. Maar hij is identiek, behalve staat hier die 50 S2 niet op. Ja, dat en is het, dat is het enigste verschil. Van body, hè? Van body. Van binnen natuurlijk zijn er wel verschillen. Hè? Dat mag wel voor de prijs. Maar bijvoorbeeld die custom functies, iets wat je zelf kan aanpassen. Ik heb daar nu bijvoorbeeld bij mijn eerste gewoon heel snel aangepast. Stel dat ik zou werken in slechte lichtomstandigheden, ga je hier onmiddellijk zien aan de linkerkant op mijn display dat die zelf of de timer eigenlijk aanstaat op 10 seconden. Dus stel dat ik met een langere sluitertijd zou werken op statief, wat niet vaak gebeurt, maar dan is het soms wel handig om daar heel snel naartoe te kunnen gaan. Onder mijn tweede
instelling heb ik bijvoorbeeld die bracketing aangezet. Dus mensen die heel vaak HDR dingen. Dat het met deze camera amper nodig is, maar goed. Maar als je denkt van goed, ik wil verschillende opties hebben, dan zit dat daar, ook aan de linkerkant kan je dat zien, zitten daar die bracketing gewoon standaard in. En op die manier kan je ook al een stukje sneller gaan werken. Mm-hmm. Ja. Dus die dingen zijn ook zeer makkelijk aan te passen. En eigenlijk denk ik, de allerbelangrijkste tip die ik kan geven, we gaan terug naar onszelf gaan. De belangrijkste tip die ik aan jullie kan geven is dat als je twijfelt over een van die camera's, is gewoon te zoeken naar een lokale dealer en te vragen om het toestel te huren. Ik heb het zelf ook zo gedaan. Het is een investering. Daar zijn we eerlijk in, gelijk welke type dat je koopt, het is en blijft een investering. Maar als je het eerst kan testen, dan weet je ook als het toestel iets voor jou is. Mm-hmm. En dan kan je daar ook verder mee aan de slag. Ik had een aantal vragen gezien, ook over die autofocus. Ja. Dus bij jou is dat heel vaak handmatig. Van mij is dat afhankelijk van, als ik het niet direct goed vind, de autofocus zelf, bijvoorbeeld bij een statisch element, een bord, dan kan ik teruggrijpen op die manuele focus. Maar heel vaak is in die situatie een autofocus in orde. Mm-hmm. In de keuken werkt dat ook. Dan is het wel actie, dan zijn dat handelingen, dingen die op een bord gelegd worden en zo verder. Het is geen toestel waarmee je een Formule 1-wedstrijd gaat gaan fotograferen. Nee, maar daar heb je ook de lenzen zelfs niet voor. Dus dat is, maar ik heb wel beelden gezien. Dat klopt, ja. Van iemand en die vond ik zeer indrukwekkend. Ja. Maar dat is ook geen camera waarmee je die dingen gaat doen. Dus uiteindelijk is het altijd zo dat je maakt een keuze voor een bepaald toestel omdat je overtuigd bent in bepaalde kwaliteiten ervan. Mm-hmm. Is dat een snelheids... kanon? Nee, maar ik mis niet veel shots, dat kan ik wel zeggen. En ook, ja, er is eigenlijk, het grappige is dat qua autofocus, in dit segment van sensoren, is dit eigenlijk, in dus larger than full frame sensoren, was hij tot voor kort de beste, om het zo te zeggen. En er is eigenlijk maar één die beter is, of twee. En dat is de GFX100 en de GFX100S. Dus, ja. Daar moeten we eerlijk in zijn. De autofocus van die toestellen is sneller, omdat die een hybride systeem gebruiken, zoals de kleinere Fujifilm toestellen. Dus die hebben een mix van contrastdetectie en fasedetectie. En dat zou bijvoorbeeld voor naar gelang wat je wil doen, een reden kunnen zijn om misschien toch te opteren voor de 100S. En daar kom ik dan weer terug bij jouw tip van test ze gewoon. De meeste dealers die een systeem hebben van try before you buy of rent before you buy, hebben een systeem ook waarbij dat als je er dan een van de twee koopt en je hebt ze, dat dan afgetrokken wordt van de aankoopprijs. En de aankoop is natuurlijk te belangrijk om een verkeerde koop te doen, denk ik. Ik kan me inbeelden dat er mensen zijn die zeggen van ja, ik heb niet per se de resolutie van 100 nodig, maar ik wil wel het snelst mogelijke qua autofocus, dan ga je misschien eerder naar een 100 gaan. Langs de andere kant, ik heb jaren met de 50 ook, en nog altijd, ja, die hiphopper bijvoorbeeld, gefotografeerd. Dat was ook niet bepaald stationair zoals je in het filmpje zag, maar ja, autofocus is ook niet alleen zaligmakend. En zoals ik toonde, door die goede manuele focuscapaciteiten die ze soms hebben, de camera's, kan je ook heel wat doen. Nu, voor autofocus, hij is verbeterd. Met name de eye tracking en de face recognition is verbeterd. Ook door het feit dat er IBIS in zit, heb je ook het feit dat de autofocus zelf ook beter kan werken, omdat dus eigenlijk de trillingen gecompenseerd worden en dat vertaalt zich ook in een beter werkend autofocussysteem. Dus er zijn sowieso al wel vooruitgangen ten opzichte van bijvoorbeeld de originele 50S. Goed. Ik heb nog een vraag voor jou, Piet, van Jan, in verband met high speed flash synchro, snel in te stellen. Ja, absoluut. Dus
ik zou dat zeggen, sneller dan gelijk welk ander systeem. Want het grappige is bijvoorbeeld, ja, ik geef heel wat flitsworkshops en daar hebben we altijd mensen met verschillende merken van camera's. En het grappige is dat ik werk met Godox, maar het is bij andere camera's niet anders, heb ik begrepen. Of met andere flitsers niet anders. Dat is dat de Fuji eigenlijk, bijvoorbeeld bij de Godox trigger voor Fujifilm, die schakelt zelf automatisch over van high speed sync naar niet high speed sync en omgekeerd. Terwijl dat bijvoorbeeld bij de andere merken, dat het vaak zo is dat je het op de trigger manueel moet instellen. Als je bijvoorbeeld naar een duizendste van een seconde gaat, dan moet je dat op de trigger instellen, of anders werkt het systeem niet in high speed sync. Hier gebeurt dat gewoon naadloos. Dus de foto's die je bijvoorbeeld zag, ik heb een aantal foto's gemaakt op een 2000ste daar, die zijn in high speed sync gewoon gemaakt. En dat werkt echt probleemloos. Werkt supergoed. Pater, ik zie die vraag van Gilles binnenkomen. Ja? Dat gaat over, wat was dat daar? Interieurfotografie, een landschap, vastgoed. Ja, ik denk dat, Gilles, ik denk dat je ze gewoon alle twee een keer moet testen. Ik denk dat dat gewoon de tip is dat ik u wil meegeven. Zeker als je twijfelt tussen die GFX 50S of die 100S. Ja. Het verschil is een lens, laat het ons zo zeggen. Het verschil is een extra lens. Ze schelen ongeveer €3000, wat eigenlijk meer, hè, want ze schelen €2500, maar dan heb je al een lens op de 50S II. Een hele goede lens trouwens, die zeker voor landschap en interieur al mooi van pas kan komen. En dan bijvoorbeeld zou je voor interieur nog, als je het breder wil hebben, die 23 erbij kunnen kopen. En dan heb je eigenlijk een GFX 50S II met twee lenzen. Ja. Tegenover een GFX 100S zonder lens op dat moment. Ja, dus, en ik denk op vlak van resolutie dat die 50 meer dan voldoende zal zijn. Ik denk het ook. En uiteindelijk, en dat is wel het mooie, je investering in, dat is altijd hetzelfde, investering in bodies gaat rapper achteruit dan, maar de investering in de lenzen, die blijft heel mooi zijn waarde houden. Hè. En ik zou misschien, wat dat Pieter zegt, test ze inderdaad, maar zo voor de vuist weg zou ik misschien eerder denken van beginnen met een 50S II. Ja. En dan als dan toch na een paar jaar misschien die kriebels voor die 100S II komen. Misschien is die om te beginnen al, of 100S liever, al wat in prijs gezakt. En dan heb je nog altijd je 50S II als backup body. En je hebt dan weer het voordeel, ze zijn identiek in handling. Dus het is niet zo, je kan ze perfect onderling verwisselen. Je gaat helemaal niet het gevoel hebben van, oh, ik heb hier een compleet andere camera, hoe werkt die nu weer? Hè? Vraagje van Jan Akkermans, heeft de GFX 50S II gezichtsherkenning met betrekking tot de scherpstelling? Ja, absoluut. Ja. Dus kunnen we dat misschien nog even tonen hier, als we hem... voilà. Dus onder andere in te stellen, hij staat nu wel op hier in het scherpstelmenu, hebben we... Daar, het volgende, ja. Ja, instelling gezichts-oogherkenning staat nu uit. En dan heb je de keuze tussen gezichtsherkenning aan. En dan daarin heb je nog eens de optie tussen geen oogherkenning, dus gewoon het gezicht, of automatisch het dichtste oog, of prioriteit linkeroog, of prioriteit rechteroog. Dus meer dan voldoende eye-tracking en eye-focusing opties. Oké. Goed, Gilles zegt dat een goede tip was, en inderdaad, ja. Voilà, ik denk dat we zo wat door de vragen heen zijn. Ik zie niet onmiddellijk nog... Ik zie ook heel wat GFX 100S gebruikers zitten. Dat doet ons plezier. En Lia zegt, ik bezit de GFX 100S en ben iedere keer in positieve zin enorm verrast. Ja, het is hier hetzelfde. Het is een joy om mee te werken.
De dynamiek is inderdaad ook supernatuurlijk. Tino zegt dat de 23 mm een superlens is. Inderdaad, maar zoals het ook al zei, er zijn eigenlijk geen slechte lenzen. En er zijn ook nog een paar leuke lenzen aangekondigd. Er is eindelijk een tilt-shift lens aangekondigd. Dat is dus ook supergoed nieuws. Voor Gilles kan dat ook. Ja, voor Gilles. Dus, inderdaad. Dus goed, als er geen verdere vragen meer zijn, dan gaan wij jullie danken voor jullie lange aandacht. We hebben nog... Binnen 2 weken is het fotodays. Dus mensen die eigenlijk echt nog twijfelen of een hands-on gevoel willen hebben. 22, 23 en 24 oktober, dacht ik, als ik me niet vergis. Fotodays in Brussel. En Fujifilm zal daar ook aanwezig zijn met de stand. Dus ik denk dat mensen die nog wat extra uitleg wensen, kunnen daar zeker terecht. En kunnen daar ook camera's of lenzen... betasten en proberen. Bepotelen. Bepotelen. En misschien nog als samenvatting, dus nog, we hebben nog even we hebben een slide gekregen van Fujifilm met meer dan 70 verbeteringen en verbeteringetjes ten opzichte van de oorspronkelijke GLX50-1, maar dan hadden we heel het webinar daarmee kunnen bezig zijn, dus we hebben er zowat de belangrijkste uitgehaald. De prijs natuurlijk, hè, dat hebben we al gezegd, de body only €4.000 in de plaats van €7.000 voor de oorspronkelijke 50 ja. S1. IBIS, hele grote, tot 6,5 stops verschil dat je wint dankzij de in-body stabilization. De kleine body, lichte body, 900 gram. Er zijn full-frame camera's die meer wegen dan dit. Betere zichtbaarheid van het LCD-scherm. Dat is zo'n kleinigheid op het eerste gezicht, maar die ook wel, denk ik, belangrijk is. Dat is het feit dat je het LCD-scherm bijvoorbeeld, dat je dat kan... als je zo naar beneden kijkt, dan heb je een stukje dat de zoeker dat blokkeert. Maar je kan het gewoon zo uitklappen, waardoor dat je dus wel volledig je zoeker ziet. Dus dat zijn zo van die kleine details. Wat hebben we hier nog? Even kijken. Snellere processor. Dus er zit dezelfde processor in als in de GFX100S en de X-T4. Nieuwe filmsimulaties, maar ik heb jullie ook getoond dat je die ook in de nabewerking kan doen. Ook de eye detection die verbeterd is en wat ook door IBIS ondersteund wordt. Die kitlens die zeker een no-brainer is, denk ik. Het mooie lensaanbod. En dan ook leuk, denk ik, de nieuwe generatie batterijen als in de GFX100S en de X-T4. Die compacter is en eigenlijk, zelf dacht ik, meer power geeft. Ja. Voilà. Een vraag van Filip nog op de valreep. Is er een topic? Is er een groot verschil tussen prime en zoom lenzen? Ik weet niet of je het bedoelt in het algemeen of, maar in het GFX-gamma zou ik zeggen. Ze zijn allemaal even scherp. Ja, of allemaal. Ze zijn allemaal scherp en er zijn er een paar die er dan nog wat bovenuit springen, maar dat zitten we echt al. Op het punt dat je inderdaad soms kan zeggen, like de 120, dat die voor portretwerk misschien te scherp is, inderdaad. Ja. Een aantal mensen zeggen, die tilt-shift, daar weten we nog niet veel over. Die is inderdaad maar voorzien voor 2023, maar goed, 2021 is eigenlijk al zo goed als voorbij. Ja, dat is voorbij. Dus zeer binnenkort kunnen we gaan spreken over die tilt-shift lens, dat ze er volgend jaar al aankomt. Hè. Dus nog 2 maanden geduld dat we kunnen zeggen dat het voor volgend jaar is. Goed, we gaan het hierbij laten. Bedankt iedereen om te kijken. En misschien tot de fotodays. En voor de rest, veel plezier nog vanavond. Prettig weekend. En tot de bedankt volgende Pieter keer. Ook. Ja. Ciao. Jij ook. Dag.